Volg Rode JC Kerkraden ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. Rode JC speelt al bijna 40 jaar in de Nederlandse Eredivisie. In die tijd is er al heel vroeg gescoord namens de Zuid-Limburgse club. Vorig seizoen in de derby tegen VVV Venlo maakte het Mats Jonker het 2000ste eredivisiedoelpunt namens Roda. Vandaag kijkt Roda TV terug op die mijlpaal en het eerste doelpunt 39 jaar geleden. Ik heb niet heel stil bij gestaan. In die wedstrijd was het belangrijk, ik geloof dat het 2-0 was. Daarna was het begin van de hat-trick in die wedstrijd, dus dat was bijzonder. Maar niet zo heel bijzonder verder. Wat was het voor een doelpunt? Het was niet zo'n hele mooie, hè? Nee, ik geloof dat Morten een scooper tegen de lat kopte of zo. En ik scoorde volgens mij half met de hand, half met de schouder, half met de borst. Dus dat was een lelijke doelpunt. Op dat moment had jij eigenlijk niet door dat de 2000ste was? Nee, dat had ik niet. En ik zag het denk ik pas de dag erop in de samenvatting en zo op Studiosport dat de 2000 was. Dus ja goed, dan ga je wel de geschiedenis in. Ondanks dat Jonker die avond een hat-trick maakte en verantwoordelijk was voor het 2000ste doelpunt, ging alle aandacht na de wedstrijd uit naar Pamodou Kaar. Ik geloof dat ik nog wel mee naar de match die fles kreeg daarna, maar die was wel alles, al die aandacht ging naar Pa, ja. Dat was het einde van de wedstrijd en uiteindelijk was dat alleen maar wat mij wilde hadden naar de wedstrijd. De maker van het eerste eredivisiedoelpunt is Stanley Biesch, een oud aanvaller die onder meer voor Roda, VVV en NAC speelde. In 1973 maakte hij de overstap van Breda naar Kerkrade. Ik kwam samen met Dick Advocaat, Jos Dijkstra en Gerry de Goede uit Haarlem. Die had net het Nederlands elftal gehaald. Heel aparte voetballer, schitterende voetballer. Maar een echte aanvaller, eentje met gebruiksaanwijzing. Ja, Dickie is bekend. En Jos Dijkstra was een verdediger, die kwam voor PSV af. Dus waren we de vier westerlingen tussen haakjes. Want ik kom eigenlijk uit Zuiden. Maar ik werd wel als een westerling beschouwd in het Limburgs. Op 12 augustus 1973 speelde Roda het eerste duel in de Eredivisie. Het was meteen een echte kraker en VV kwam op bezoek. Ik heb me de eerste wedstrijd nog wel herinneren, ja, natuurlijk. Kijk, in die tijd had je niks anders dan voetbal. Stadions zaten tot aan de nok vol. Ja, en zeker bij Rood en Zuiden. Ja, dat was. Ik ging zondag alleen naar voetballen toe. Daar ken ik. Het was bloedheet. Die wedstrijd kan ik me nog helemaal goed herinneren. En we speelden slecht. We verloren van MVV, onze derby. Ook nog eens de belangrijkste wedstrijd van het jaar. De belangrijkste wedstrijd van het jaar en die verloren we met 2-1. Ja, en daar maakte ik het eerste doelpunt uit. Dus je eerste wedstrijd was meteen 0 punten. Dus daar waren we niet zo blij mee. Maar het stadion zat wel tot aan de nok vol. En dat is natuurlijk wel heel fijn gevoel. Maar heeft u toen ooit beseft, van toen u dat doelpunt maakte, god, dit is de eerste keer dat iemand namens Roda... Nee, ook niet. Nee. Dat heb je nooit als je een wedstrijd ingaat. Je wil gewoon scoren en zorgen dat de ploeg wint.